Hey, ik ben Klim van SLV. Stroomgestuurd versus spanningsgestuurd, oftewel constant current versus constant voltage. Of in normale mensentaal, welke driver of voeding heb ik voor mijn LED-product nodig? Wanneer je met LED-verlichting gaat werken, dan krijg je te maken met drivers en voedingen. En een keuze dus tussen een spanningsgestuurde of een stroomgestuurde situatie. En die keuze die is afhankelijk van de manier waarop de LED's in jouw armatuur of in jouw product zijn verwerkt. En die technieken zijn niet uitwisselbaar. Ik kan met een spanningsgestuurde voeding kan ik geen stroomgestuurd product aansturen. Dus het is goed om te weten dat er een verschil is, dat er eventuele voor- of nadelen aanhangen. Een stroomgestuurde oplossing, oftewel een constant current situatie, dan spreken we van een stroombron of van een LED driver. De 230 volt wisselspanning die uit het stopcontact komt, wordt in dit product omgezet naar een constante stroomsterkte. Bijvoorbeeld 350 mA, 500 mA, 700 mA. En dit wordt doorgaans gebruikt bij bijvoorbeeld LED downlights, LED panelen. Die kun je individueel aansturen, maar je kan ook eventueel een aantal producten in serie zetten. Die producten hebben allemaal dezelfde stroomsterkte. Op het moment dat je meer producten aansluit, blijft die stroomsterkte ook steeds gelijk. Dus er zijn LED-drivers waarbij je de stroomsterkte van de uitgang van de secundaire zijde kunt instellen naar wens. 350 mA, 700 mA, allemaal gelang jouw situatie, de producten die je daarmee wil aansturen. Je moet er daarbij wel op letten dat er sprake is van een forward voltage. Dat is een eigenschap van ieder product dat je aan gaat sluiten. Een bepaalde waarde, die kun je ook gewoon berekenen. Maar die forward voltage van al die producten samen, die optelsom, mag niet het maximum overschrijden van wat jouw LED driver kan verwerken. Wat dat maximum is, staat vaak op het label van het product of eventueel in de handleiding. Daarbij is het superbelangrijk bij stroomgestuurde producten om nooit onder spanning aan te sluiten. Dat betekent eerst de armaturen of de LED's aan de voeding aansluiten en daarna pas de voeding aan de bron van de stroom aansluiten, dus aan het stopcontact. Want wat gebeurt er op het moment dat je een stroomgestuurde driver inschakelt, wordt de spanning verdeeld over alle producten die daarin zijn aangesloten. Heb je geen producten aangesloten, dan zal de uitgangsspanning tot een bepaald maximum oplopen en ga je vervolgens wel een product aansluiten, dan krijgt dat meteen de maximale uitgangsspanning voor ze kiezen. En dat resulteert meestal in defecte LED's. Bij een spanningsgestuurde situatie spreken we van constant voltage, van een spanningsbron of een LED-voeding. 230 volt wisselspanning uit het stopcontact wordt omgezet in bijvoorbeeld 12 of 24 volt gelijkspanning. Zoals je ziet bij LED-strips en bij LED-modules. De uitgang aan de secundaire zijde is een constante spanning. Hang je daar meerdere producten aan, dan blijft die spanning gelijk. In de basis is iedere LED stroomgestuurd. Bij een spanningsgestuurd product zul je dus gaan werken, dat doet jouw fabrikant, in het apparaat met weerstand. Om een stroomsterkte naar een bepaald niveau te krijgen dat die LED's kunnen hanteren. En dat doen ze met weerstandjes. En weerstanden gebruiken altijd ook een klein beetje energie. Wordt omgezet in warmte. Waardoor je zou kunnen zeggen dat een stroomgestuurd product iets gunstiger met energie omgaat dan een spanningsgestuurd product. Stroomgestuurde producten, daar wordt vaak van gezegd dat je daar langere lengtes mee kunt overbruggen, omdat het spanningsverlies over een langere lengte van kabel minder relevant is in die situaties. Ook zijn die drivers vaak minder onderhevig aan spanningsfluctuaties. In een product waarbij er meerdere LED's in serie staan, bijvoorbeeld in een LED-balk, in een stroomgestuurde situatie is die stroom in alle LED's gelijk en zou dus ook de lichtsterkte over al die LED's gelijk moeten zijn. Dus een esthetisch element van een product waar dat van belang zou kunnen zijn. Sowieso is het zo dat als je werkt met high power LED's, die kunnen slecht tegen een te grote stroom. Werk je altijd met een stroomgestuurde driver die altijd tot een bepaald niveau zit en nooit het maximum zal overschrijden.
Maar zoals gezegd, bij stroomgestuurde situaties ga je werken met een serieschakeling. Dat betekent dat als een van die schakels uit die serie uitvalt, dat de hele kring niet meer werkt. Kijk je bijvoorbeeld naar een spanningsgestuurd product, dan werk je met een parallelschakeling. Bijvoorbeeld een LED-strip, valt daar één LED uit, blijft de rest van de strip gewoon werken. Een spanningsgestuurd product zoals een LED-strip kun je ook in delen opknippen, zonder dat dat de werking van het product verandert. Veel installateurs zijn ook beter bekend met spanningsgestuurde situaties dan met stroomgestuurde situaties. Wil je meer over dit onderwerp weten? Bekijk dan de andere video's of ga naar hulpbijverlichting.nl.